te komen of moet je dokter afhalen? Ik denk de dokter. Ja, dat is wel wat ik. Super dochter, kijk naar Gloeneel Vlog. Mijn naam is Anne Patrice Geweet. En ik ben net wakker. Ik heb lekker gedoucht, haar gewassen. Altijd lekker fris. En om dat te doen, kan jij eten geven? Jij zit te mouwen, jongen. Hey. Jij zit te mouwen, jij. Je bent een mouwerd. Je zit me de hele tijd al wakker te maken, uur of acht. Terwijl ik even lekker wou liggen. Ik denk van, Gaia, laat me lekker liggen. Maar ja. Gaia, ik blijf gewoon doorgaan waar die mee bezig is. Ik blijf wakker maken. En ik heb nu theekan aangezet. En nu heb ik lekker broodjes gegeven aan Gaia. En wat ik ook graag ga doen is met Gaia vandaag naar de dierenarts voor jaarlijks prik. Hé Gaia? Alsjeblieft. Even voor water geven. Zo. Gelijk vers water voor jongen. En dan gooi ik lekker gordijnen open. Thee bezig. En ik ga denk ik ook van hoe snel mogelijk doen nog even wasje draaien. Moet ook nog gebeuren. Au. Druk. Wat een weer buiten zeg. Voor mij Storm Ellen al nu al. Misschien heb ik toch al gelijk dat Storm Ellen op zaterdag kwam. Voor mij is dat wel gemeld. Maar ik ga even lekker editen. En dan lekker daar klaarmaken om eerst nog met Gaia naar de dierarts te gaan. En daarna richting Boskoop. Zoals jullie zien, ja, ik heb een shirt toen naar Kensington gaan. Toen naar Kensington ging met de groep, net even anders. Heb ik Kensington shirt gekocht. Ja, hoe mooi is dat? Ik dacht, ik moet wel aan moeder moeten iets toch herinneringen hebben van dat ik daar even ben geweest. Nu maar lekker even editen. Gaan we dat doen. Ik zie naar buiten kijken, maar het blijft hard waaien gewoon. Ongelooflijk hoe hard het waait. En we gaan op carnaval nog door in Boskoop. Dat heb ik nu gehoord. Want ik heb ook weer gehoord dat heel veel carnavallen zijn afgelast. Misschien hebben jullie dat ook al gehoord. En wat ook eigenlijk alleen maar een hype is, en drie overleden ervan is coronavirus. Drie mensen hadden ervan overleden. Best wel te veel eigenlijk. Maar ook voor mensen, die zijn er wel oudere mensen, juist heb ik gehoord, maar ik weet niet zeker. Maar ik zit lekker te relaxen achter de computer. Net even wasje aangezet. En daar kan ik even nog een tweede bakje koffie zetten. En dan klaarmaken om met Gaia naar de Hody te gaan. Om hem naar het ziekenhuis naar de dierarts te brengen. En wat ik ook nu ga doen is even deze terugzetten. Allemaal bakjes. En hij denkt gelijk dat hij eten krijgt. Terwijl dat niet zo is. Dus laten we dat even lekker doen. En dan klaarmaken om richting Hody te gaan met Gaia. Ja, ik ben nu onderweg. Ben Gaia naar de dierenarts. En die zit hier zo. Want Gaia moet nou even naar de dierenarts toe voor jaarlijks vaccinatie, zoiets als ik het goed zeg. Want dat katten, dieren voor het algemeen juist nodig. En het is ook heftige wind. Niet normaal. Wat een wind zeg. Maar het moet ook gewoon gebeuren. Dat Gaia echt wel. Ja. Hierin, want hij moet jaarlijks controle. Dan gaan we even naar de dierenarts met hem. Gaan we dat even snel doen. Komen of moet je dokter afhalen? Ik denk de dokter. Ja, dat tandjes zien er mooi uit. Ja.
nog ziek, klinkt ook helemaal goed. Gelukkig. Heeft u een vaccinatieboekje van daar? Ja. En ik ga gelijk weer terug. Ja, dankjewel. Komt ze buiten? Nee. Nee. Ontwormt u daar? Ook niet eigenlijk. Nee. Zou het wel aanraden, ook als ze niet buiten komen. Oké. Okay. Om ze, ja, meestal is het zo'n 4 keer per jaar, dus dat is iedere 3 maanden, ja. Te ontwormen. Want ook als ze niet buiten komen, zijn er toch dingen die u zelf mee naar binnen kunt lopen. Okay. Als u bijvoorbeeld door een grasveld heeft gelopen of iets dergelijks, ja, en daar aan uw schoenen zit, dan kan ze dat toch meenemen. Oké. Okay. Zo, dat was hem alweer. Goed gedaan, hè? Even een boekje invullen. Dat was iets gebeurd met Kanya en dan ga ik nu onderweg naar Bosco. Eerst even mijn oma ophalen en daarna naar de tocht kijken van carnaval. Ik heb er super veel zin in, het is ook hele harde wind, daarom praat ik even harder. Echt zo irritant, je harde wind. En voor mij is het, ik had het al een keer gezegd, ik dacht alleen zondag zou komen, maar het is dus vandaag. Anne! Ellen. Ja, storm Ellen. En ik kan nog steeds niet begrijpen, kan ik wel heel vaak over doorgaan, waarom de stormen om een naam hebben. Ellen, Kia, Kiraya, wat had je, Dennis. Gewoon bizar dat ze allemaal een naam hebben. Dus laten we snel mogen naar de, maar ook snel aan het onderwerp, richting Boskoop, naar de carnaval optocht. Ik denk dat ik aan het filmen ben. Thank you.
toen was ik weer in Monniksveen en ga ik nu even lekker eten halen voor mezelf. Ik moet even kijken wat ik ga eten. Het is over 5 minuten en een half uur is het al 6 uur. Dus ga ik even eten halen. En dan ga ik ook lekker eten. Maar wat ik ga eten weet ik nog niet. Ik denk snel wat makkelijks. Morgen ga ik dan echt koken, want ik heb nog spinazie en tagliatelle staan. Die ga ik sowieso een keer eten. Nu eerst even snel naar de supermarkt eten te halen. Gaan we dat snel doen. Ik zat eigenlijk al te denken van om patatje te halen. Ik dacht, nou ja, gaan we zitten. Ik ga even groenten bij de supermarkt en dan ga ik er lekker eten. Dus wat we gaan lekker sowieso wel zien wat ik ga eten. Het is al 6 uur geweest en ik ben al bezig met lekker ei-omelet mee te nemen. Eigenlijk ben ik 1 ding vergeten, een schort aan te doen. Maar ja, eigenlijk wel nodig geweest. Nou, kom op schort, even meewerken. Want ik heb al een beetje zitten knoeien hier zo met die ei-omelet. Want het ging al moeilijk, ik wou hem omdraaien namelijk. Dat ging zo lastig. Maar ja, ik heb ook brood. Ik ga een ei-omelet met brood, stop erbij. Een ei-omelet met brood. Oké. Het stond op die pak. Wacht, ik ga hem even weer bijpakken. Want staat hier eigenlijk... even kijken hoor. Sneetjes voor korenbrood. Nou, ik dacht... Ik heb natuurlijk al brood. Is zonde als ik weer brood ga kopen. Dus ik dacht... Ik gebruik gewoon die brood die ik al heb. Of is het geen voor korenbrood. Het gaat om het idee dat eigenlijk mijn brood moet. Dat is denk ik het punt. En ik krijg gewoon wel binnen. Maar wat dadelijk ook is Feyenoord Fortuna Sittard. Ik ben daar zo nu al benieuwd naar. Ik heb alvast op voetbalwedstrijd neergezet. Dadelijk om Feyenoord Fortuna Sittard te kijken. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. En ik heb al een kopje staan. Ik ben dingen op de computer bezig en met eten tegelijk. Oké, Sander. Weet je nou zeker? Ja, ik weet het zeker. Ook misschien sommige jongens kunnen 2 dingen tegelijk. Oké, wat heb ik een drukke dag gehad vandaag zeg? Ik ben met Ganja naar de dierarts geweest. En ik ben naar carnaval geweest met mijn oma. En ik was met mijn oma daar zo. En mensen van jullie kwamen naar me toe. En oma vond het geweldig om te zien dat heel veel mensen naar me toe kwamen. Kijk, ja, dat hij bekend is, bla bla bla, soms zo te zeggen. Leuk dat iedereen dat Boskoopje kent en bla bla bla. Het vond ze gewoon geweldig om te zien. En dit vind ik wel leuk. Ze zei het ook op een trotse manier. Ik heb iets gedaan. Ze zegt op een trotse manier dat ze gewoon trots op me is. Zo komt het over voor mij. Want ze waren bij, na de carnaval, ben ik nog eventjes met haar, met andere mensen gaan zitten. En ben ik even met mijn oma even lekker bakje koffie gaan drinken. Super gezellig. En ja, lekker gedronken. Met een gevulde koek erbij. Altijd lekker. Oh, dat is zo lekker ook. Maar ik ga even wachten op mijn ei-omelet. En dan ga ik lekker eten. Lekker ei-omeletje. Als het goed is, moet ze 30 uur, 30 minuten. En dan ga ik eerst wachten op mijn brood om die ontdooit. Om te laten ontdooien en dan ga ik lekker eten. Ik ben net al aan de kaf aan het kijken op je computer. Oh, het is zo leuk om te zien. Ik heb mijn broertje even gebeld. Mijn vader even gebeld. Want mijn broertje is vandaag 3 dagen terug jarig geweest. En toen heb ik hem even opgebeld en hem gefeliciteerd. En ik ben nog aan de kaf aan het kijken. Ga ik die nog verder kijken. En daarna ga ik lekker mijn bedje in. Morgen weer een dag natuurlijk. En ja, nu maar even. Dat dacht ik al, dat die net niet ging, want de wolflijn ging niet van naar beneden. Maar dan ga ik nu even lekker verder kijken en daarna lekker mijn bedje in. Dus wat ik wil zeggen is tegen jullie, ik wil jullie allemaal bedanken voor deze kijk naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe het sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, stop toch zo'n asje beneden abonneert. En zeg ik alvast. En tof reactie natuurlijk achterlaat. En zeg ik alvast. Veel kijkers een groen heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij. Laters. Deze gozer. Als de camera scherp vertelt. Kijk dan even serieus. Hij heeft een slappe lach. Hij heeft een slappe lach.
heb jij? Even een resume over parkeren.